Hey, ik heb heel veel zin in een lolly. Iemand moet mij nu echt die lolly fixen. Zo die lolly van Chupa Chups. Chupa Chups. Doe met die melk en die aardbei. Zo deze. Deze moet nu gefixt worden. Iemand moet die nu komen brengen naar mijn huis. Je kan die nergens kopen in Blankenberg. Alleen zo andere slechte Chupa Chups. Maar nooit de Chupa Chups die ik wil. Nooit de Chupa Chups met de melk en de aardbei. Dat is de enige Chupa Chups die ik wil. Deze zonnebril is van Gucci. Ja. De apothekers verkopen ook geen Minavis meer. Ha. Dames en heren, welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we een beetje junkie shit doen. Omdat ik alleen maar uitgescholden word als levenloze junkie in de comments. En ik heb... Het is tijd om een junkie video te maken. Maar voor we dat doen, ga ik eerst de pechvis van de dag tonen. En ik weet dat dit waarschijnlijk niet gaat lukken, maar ik zeg het gewoon. Als ik 30.000 likes haal op deze video, laat ik een pechvis tatoeëren op mijn kont. Maar echt gewoon op één van mijn bijlspleten. Je hebt zo de linkerbijlspleet en de rechterbijlspleet. Ik ga 2 comments zetten in de reacties. En de bijlspleet met de meeste likes krijgt de pikvis op de bijlsplit. 30.000 likes voor het tatoeage van een pikvis op mijn billetjes. Ik heb echt fucking veel pikvissen van jullie gekregen. Maar echt zo fucking veel dat ik gewoon ook een aparte video ga maken van de beste pikvissen morgen. En omdat het vandaag een super junky video is, is de pikvis van de dag vandaag deze. Deze pikvis en boven de pikvis ligt er gewoon een Jonko. En deze is gemaakt door Ren Spolkini. Sorry dat ik je naam heb gezegd. Nu weet iedereen dat je die Jonko hebt gekruld, maar oké. Dikke shoutout naar jou voor deze geweldige pikvis. Heeft die pikvis ook gewoon een poffie van je Jonko? Die vindt het ook leuk om stoned te zijn. Dus fix gewoon één pof voor die pikvis. Dat was de pikvis van de dag, thanks. Nu over naar de junkie video. Ik speel heel graag zombies. Ik vind zombies op Black Ops, Black Ops 1 en al die andere spelletjes. Wat ik minder cool vind, is als ik zombies zie op feestjes. Dan heb ik het echt over zombies. Van die mensen die zo'n, bijvoorbeeld een Chupa Chups pelletje hebben geknald. En helemaal van de kaart zijn. Moest je nu niet weten hoe die zombies eruit zien. Ja. Echt fucked up. Echt heel fucked up. Het grappige is dat ik heel de tijd jongere mensen zo zie op feestjes. Eerst waren het zo'n alleen 18-jarige en dan boeide mij eigenlijk echt geen hol. Ik bedoel, je doet met je leven wat je wil. Maar als je 14 bent en je staat zo op een feestje. En dan vind je nog de moed om een foto te komen vragen met mij. Dus dan wandelen die mensen naar mij. En dan staan ze daar. Hey, shit. Mag ik alsjeblieft een foto? Ja, dan zeg ik ook gewoon ja. Maar ik weet niet, wat kunnen die mensen doen met die foto? Dan bekijken ze die de dag erna en dan zien ze dat ik daarop sta. Zo gewoon normaal zo. En dan staan zij ook heel leuk op die foto. Zo van... Ja, dat is geen foto die je als Facebook profielfoto kan gebruiken of op Instagram kan droppen met een hele leuke bio. Deze zombies komen meer en meer voor. De ecstasy junkies. Ik heb niks tegen drugs. Ik bedoel, je mag doen wat je wil. Zolang je geen andere mensen meetrekt in jouw bullshit, dan is dat voor mij allemaal oké. In deze tijd van ons leven is het makkelijker om een zak cocaïne te kopen dan in de lokale winkel een goede doos cornflakes te vinden. Snap je, ik heb het echt gehad met al die slechte fucking cornflakes waar ze te veel graan in steken. Vandaag gaan wij reageren op heftige junkies. Mensen die door 3 planeten tegelijk aan het reizen zijn. En die zien er dan meestal zo uit. Zeg, als ik zo iemand op een feestje zou zien staan. Zo dus. Word ik toch een beetje bang. Echt fucked up. Deze video is van Drugslab. De link van hun channel staat in de beschrijving. Fucking vet channel. En je kan nu zeggen, hey shit. Mensen die ecstasy nemen zien er nog altijd beter uit dan jou. Want die hebben meestal wel haar die op iets lijkt. Haar kan je misschien wel een punt hebben, maar ja. Dat is waar. Sorry. Junkies. Soms sta je op een festival, kijk je even rondje. Ben je al je vrienden kwijt, sta je daar helemaal alleen. Weet je eigenlijk helemaal niet meer wat je moet doen. Kijk je naar links, zie je ineens iemand op de grond zitten. Die is daar helemaal dood. Die ligt daar op de grond, zijn vrienden trekken hem recht. En je ziet gewoon dat leven volledig uit deze jongen gezogen is. Hij is gewoon dood. Hij leeft nog, maar hij is dood. Dat is wel grappig, maar dat is fucked up. Nou, je hebt ooit een vriend die echt heel diep zit. Zo diep dat hij gewoon niet meer recht kan staan. Bel dan gewoon de ambulance en zeg van... Hey, mijn vriend weet niet meer op welke planeet we zijn. We need help! Dan kan je gewoon lekker verder feesten. Want je bent nog altijd op een feestje, snap je? Dan zet je gewoon je vriend recht en zeg je tegen hem, yo, je moet gewoon even verder feesten, de ambulance komt zo. En dan, ja, dan sta je daar gewoon als zombie een beetje zo van. Hey, goeie visa. Dan doe je je broekzak open, haal je je doosje ecstasypillen boven, doe je die open. Dan doe je de mond open van je vriend die helemaal weg is. En dan giet je gewoon alles erin, gewoon alles. En dan slik je alles in één keer door. En dan kom je er sowieso bovenop. Snap je dan? Dan lukt het sowieso. Dan heb je geen overdosis hoor. Dan leef je gewoon nog. Het kan ook dat je gewoon even naar de McDrive gaat om McDonald's of zo. De guy komt naar je om te bestellen en het is gewoon een beetje fucked upper dan normaal, maar het blijft gewoon cool. Je zit daar in je auto zo van, wow,
What the fuck? Deze guy, he tripping! En hij komt je bestelling gewoon niet opnemen. Hij is gewoon helemaal fucked. En dan krijgt hij ruzie met zijn manager en zo wordt hij ontslaan, eindigt hij op straat. Wat was het allemaal waard om die ene hele dikke trip te hebben? Maar dit gebeurt ook veel op de tram in Blankenbergen. Dit zie ik ook gewoon soms. Dit is gewoon een goede freestyle. Komt deze guy naar Pukkelpop. Pussy all night! Oké, dit heb ik wel nog nooit gezien in Blankenbergen. Oh my god! Oh! Oh! Drugs zijn fucked up. Maar als je dat niet vindt, dan kan je ook gewoon zo eindigen. En een beetje spelen met je rolletjes huid of zo. En dan zit je daar. Dit zijn wel de extreme gevallen. Het is niet omdat je één keer een pofje neemt van een jonko dat je helemaal fucked op gaat. Dan zit je gewoon chill. En je eigen space gewoon. Wow, wow. Oh. Bro, you're good. I did drugs. LSD en ecstasy. Dude, it's okay. You're gonna be fine, bro. Dit kan allemaal. You're gonna be fine. Deze guy. Wow. Moet je gewoon even lopen. Even Usain Bolt. So this guy is hella freaking out. Hij ziet er toch uit als een zombie. Dit is gewoon een zombie. En zijn ogen staan ook gewoon zo. Hey. En hij is gewoon aan het bellen aan zijn mama. Gewoon vriendelijk aan het bellen. Zijn mama net wakker gebeld. Zo van, yeah. Als ik ooit een kind heb en hij belt me op. En hij zegt van, yo, ik ben echt fucked up. Ik heb het allemaal verneukt. Ja, dan kom ik gewoon naar hem en dan geef ik hem gewoon nog een poffie van die jonko. Dan is alles safe. Nu het over weed hebben, ik zie ook dat er daar een mooie baggie ligt. Maar deze guy ziet er niet zo goed uit. Ja. I was paralyzed. Stel je voor, een van je beste vrienden zit daar en is gewoon zo. Deze jongen ziet er gewoon al normaal uit. Zo iemand die rechten studeert of zo, die advocaat wil worden. Zo'n leuke Ralph Lauren hemdje. Zijn haar is ook gewoon on point en zo. En opeens zie je die guy gewoon, zit hij in woonkamer en hij flipt helemaal. Ik weet niet of ik mij slecht moet voelen, omdat ik hiermee lach. En waarschijnlijk gaat karma me echt terugpakken. Dan ben je wel echt fucked, maar... I'm gonna explode. Nee, dit is zo'n zombie waarover ik het had. Dit is zo'n wijfje zombie. Oh, nee, niet de tong. Niet de tong. Nooit de tong. Ah, niet de tong. Alles behalve de tong, alsjeblieft. Dit is iemand die op avontuur is, denk ik. Just tripping. Backward cop rolls. Dit is fitness. Dit is een speciale vorm van fitness. Gewoon op de grond. Allemaal gekke fitness moves doen. Dit kan gewoon. Dit doe ik ook soms. Zelf met een gebroken been. Dan doe je deze dingen. En dan leg je een beetje fucked op. Dit is gewoon een goede fitness move. Dit kan gewoon. Het is goed voor de quadriceps. Even een korte onderbreking van deze video. Wat ik daarnet zei van de Chupa Chups. Dat was geen grapje. Jullie mogen mij altijd Chupa Chups komen brengen. Alleen die met melk en aardbei. De andere zijn niet goed. Dan krijg je gewoon direct suikerziekte. Ik heb zelf ook wat filmpjes van mensen die op zombies lijken. Het probleem is dat mijn Snapchat gehackt is, denk ik. Ik probeer het nu te fixen, maar ik denk dat het gefokt is. Dus fix Chupa Chups en doe een duimpje omhoog op deze video. Want ik wil pikvis op mijn bel splitten. Oké, het is gelukt. Ik heb de video gevonden. De video is wel in het West-Vlaams. Dus waarschijnlijk verstaan jullie er geen hol van. Maar het maakt mij niet echt uit. De ondertitel het wel. Waarschijnlijk niet. De video noemt Matje Mapje. Yo, Matje Mapje. De zombie. Hey, handje. Op het einde stijgt er ook zo'n leuk bij. Zie je dit? Het is niet goed. Als je ooit een vriend hebt die er zo uitziet en hij zegt dat het is door alcohol, dan zijn er twee opties. Of hij is echt keihard aan het liegen. Of er heeft iemand in zijn drankje iets gedaan, maar... Deze video is Matje Mapje. Matje. En ik probeer hem een handshake te geven. Maar hij wou geen handshake geven, dan wij kijken. Gewoon een beetje raar. Na deze video heb ik ook gekke ruzie gehad met deze guy. Toen probeerde hij me aan te vallen, maar snap je? Als zo iemand je probeert aan te vallen, dan is dat hetzelfde als iemand met een gebroken enkel je probeert aan te vallen. Dan lijkt het hierop.
Zo was het ook. Deze guy heeft mij nooit aangevallen. Hij heeft geen vinger aan mij gekomen. Het enige hoe ik hem heb aangeraakt was met een matje mapje handshake. Fix Chupa Chups. Ik heb zin in een lolly. Maar deze vond ik toch de allerbeste. Dit is geweldig. Iemand moet mij zeggen welke drug dit is. Fucked up. Fucked up. Dus de conclusie van deze video. Doe geen drugs. Tenzij je eruit wil zien als een fucking zombie. Nog even ter verduidelijking. Ik reken weed helemaal niet bij drugs. Het is een plantje. Dus om deze video nog leuk af te sluiten. Heb jij mijn video van gisteren nog niet gezien? Klik dan nog even op deze video. En bekijk ook gewoon nog een paar advertenties. Zodat ik meer verdien. Want ik verdien 3 euro per video. 3 euro. En ja, dat wil ik even zeggen. Tot de volgende keer, dames en heren. Ace it. Out. Woo!